kijken. Als ze zingt zoals ze eruit ziet, als een echte diva, dan is het dagverliefd koppel. Hi, ik ben Muriel Blijt. Ik ben 54 jaartjes jong. Oh, wow. Ik kom uit Amsterdam Zuidoost. Ah. Het enige wat ik jullie mee wil geven is dat ik het ontzettend spannend vind. En dat ik het een eer vind om hier te staan. En ik zeg daarom ook Soso Lobby. En bless you all. Oh, wat een lieverd. Bless you too. Dikkie Brata, Dikkie Brata. Met nog maar 2 kandidaten te gaan is Verdi zeker van een plek in de top 3. En is hij heel dicht bij die 10.000 euro. Maar voor de siblings en voor Laura en Mark is het nog niet zeker. Zij moeten afwachten hoeveel punten de volgende kandidaten nog gaan scoren. Ik hoop dat ze kan zingen, dat zou fantastisch zijn. Ja. Nou, kom op, zuurstokkie. We've been through. Oh boy. You should understand me like I understand you. Now boy, I know the difference between right and wrong, and I ain't gonna do nothing to mess up our happy home. Volgens mij kan je het amper geloven, toch? Chantal, ik ben aan het dromen. Oh. Dit is een droom. Echt. Serieus. Nou, we hebben hier iemand die gewoon is gaan staan in de laatste. Love you. Ik zei toch, ze is een lobby. In het begin, ik had het gevoel van, ja, heel veel mensen zingen voor hunzelf. En ik denk van, je moet voor mij zingen. Maar op het eind, volgens mij had je door ook. En ik denk van, ik ga gewoon tot jouw ziel doordringen. En wat ik mis heel vaak in dit programma is contact. En jij denkt, ik heb 99, ik ga voor jou. En toen heb je me echt gewoon als een stofzuiger woop, naar binnen gehaald. Ik vond het fantastisch. Maar dat jij gewoon in een stofzuiger past. Wie had dat ooit gedacht? Er zijn ook industriële stofzuigers, schat. Ik ga nog even naar boven. Miss Bunty, jij stond als een van de eerste. Ik vond het fantastisch. Je bent zo'n innemende persoonlijkheid. I love you. Echt waar. En je hebt zo'n stem en je raakt me. En ik word gewoon helemaal enthousiast. Ik wou meezingen. That's what it's all about with singing. You rock, girl. You really rock. Dank je wel. Oeh, yes. Stefano. Ja, ik heb me een beetje emotioneel gemaakt, dus sorry. Oh. Echt? Ja. Ik dacht dat het mijn hooikoorts was, maar zij is het, weet je. Maar ze komt al op. Ik zie al zoveel overeenkomsten. Het kon mijn moeder zijn. Ook uit Zuidoost. Dus dat waren al 2 pluspunten. Dat ik dacht van nou. Ja, dan moet ze nog gaan zingen, hè? Ja. Ze representeert de buurt. En dan ook nog zo'n stem. Ja, je bent de topper. Zoals een lobbybakker.